Zaterdag bij de Telegraaf. Alles wat op en rondom het spoor gebeurt is voor ons. De NS en ProRail liggen dagelijks onder vuur. Rijdt een trein niet op tijd, dan regent het klachten van boze reizigers. Pittig kan het af en toe wel zijn. Maar waarom staat een trein stil? En wat gebeurt er achter de schermen als de reizigers moeten wachten? Ik hoop dat ik 4:10 te plaats ben. In Spoorbewakers het verhaal van de incidentenbestrijders van ProRail. Waar de meeste mensen stoppen, daar pakken wij juist door met z'n allen.